Nou, mijn naam is Daan Snijder van Snijder Outdoor uit Den Bosch. Welkom op deze onverwacht prachtige dag in maart. Waarbij ik het met jullie graag even wil gaan hebben over slaapoplossingen voor lichtgewicht kamperen. Dus met name slaapzakken en matjes. Er is natuurlijk al heel veel over gezegd. Er zijn heel veel video's over te zien. Alleen ik denk daar nog wel wat toegevoegde waarde aan te kunnen bieden. Dus ik zal beginnen eventjes met de slaapzakken. Slaapzakken heb je natuurlijk in vele soorten en maten. Ik heb hier een mooie Rep Mummy meegenomen. Dit is een ultralichtgewicht model. Dit weegt ruim onder een kilo. En toch kan het op min 15. Je kunt zien waar dat door komt eigenlijk. Hij is heel fluffy. Er zit heel veel lucht in. En lucht is, zoals denk ik iedereen wel weet, de beste isolator. Met name stilstaande lucht. Dus gevangen lucht die zich niet verplaatst, is een warmteisolatie. Slaapzakken kunnen je warm houden, maar niet altijd warm maken. Dus moet je er ook altijd voor zorgen te proberen, als je je slaapzak ingaat, dat je het niet koud hebt. Ja, als je een koude zak aardappels hebt en je doet daar een hele dikke warme jas omheen, dan worden die aardappels niet warm. Dat gebeurt niet. Dus je zult moeten zorgen dat je ook goed gegeten hebt. Bijvoorbeeld, dat is één ding. Nou, de slaapzak, die, hoe dikker die is, hoe warmer die is. Simpel gezegd. Er zijn heel veel mooie verhalen van een heleboel fabrikanten die beweren dat ze hele dunne slaapzakken hebben die heel erg warm zijn. Nonsens. Het gaat erom hoe dikker, hoe warmer. Maar wat wil nou iedereen? Iedereen wil natuurlijk een klein pakje en een laag gewicht. Nou, hoe bereik je dat? Nou, het laagste gewicht haal je eigenlijk met de meest zuivere dons. Dons heeft een heel groot uitzendingsvermogen. En dons komt in heel veel kwaliteiten. Dat wou ik hier eventjes aan de hand van dit voorbeeld uit gaan leggen. Ik denk dat dat het meest duidelijke is. Ik weet niet of dat zo goed in beeld komt. Wat het verschil is in de verschillende donskwaliteiten. Je ziet hier drie banen. En die banen zijn eigenlijk alle drie gevuld met 100 gram dons. De buitenste baan is drie keer zo dik als de voorste baan. Toch is het alle 300 gram. Dat komt omdat dit zuiverdere dons is. En dat wordt uitgedrukt in kuin, de kwaliteit van die dons. Kuin of fill power, dat is meer de Amerikaanse term. En dat heeft iets te maken met cubic inch, dus hoeveel een kubus, hoeveel dons daarin gaat, hoeveel gram, een getal, dat is de kuinwaarde. Je moet je voor kunnen stellen dat deze slaapzak met 300 gram dons van deze kwaliteit erin warmer is dan slaapzak waar 300 gram van die dons in zit. Toch zijn ze allebei even zwaar, want er zit bij allebei 300 gram dons in. Dus wil je dezelfde temperatuurwaarde bereiken, hoef je maar de helft van deze dons, of misschien nog minder dan de helft van deze dons, in die slaapzak te doen, om aan dezelfde temperatuur te komen als die dons. Dus wordt die slaapzak de helft lichter. Alleen deze dons zit veel minder aan een beestje dan deze dons. Dus die slaapzak wordt ook meteen veel duurder. Daar komt eigenlijk ook het grote prijsverschil in slaapzakken vandaan. Natuurlijk zijn er ook slaapzakken die een synthetische vulling hebben. En synthetische vullingen zijn goedkoper, maar hebben ook een aantal nadelen. En de nadeel zal ik even laten zien aan de hand van watten die ik hier bij me heb. Watten zijn een beetje qua structuur een beetje vergelijkbaar met de structuur van een synthetische vulling. Als ik aan die watten trek, dan trek ik het uit elkaar. En als ik daar een beetje aan trek, dan wordt het dunner. Dat betekent dus ook dat eigenlijk de isolatievermogen van die vulling, want aan zo'n slaapzak wordt getrokken, die prop je in het zakje, daar gebeurt van alles mee. Dus die vulling van die synthetische slaapzak, die wordt eigenlijk per jaar dunner. En die gaat dunne plekken vertonen en dat zijn dus ook koude bruggen. Ook de uitzettingsvermogen van die synthetische vulling,
die wordt lam. Die wordt eigenlijk na jaren wordt die steeds minder. En dus wordt die slaapzak ook steeds kouder. De kwaliteit van een donze slaapzak neemt de eerste 20 jaar niet af. Die blijft eigenlijk constant. Veren zijn ook heel erg sterk. Dus een donsvulling is in tegenstelling tot wat veel mensen denken helemaal niet kwetsbaar. Dons is ontzettend sterk. Je moet maar eens proberen een veer kapot te trekken. Dat lukt je bijna niet. Nou, die dons die moet natuurlijk in die slaapzak blijven. En die moet op een bepaalde manier erin gemaakt worden. Nou worden die slaapzakken meestal in banen gestikt. En die banen die worden dan volgeblazen met dons. Die dons die moet natuurlijk niet door die stof heen komen. Dus dan is het de kunst om een donsdichte stof te hebben die toch ultralicht is. Maar die stof die moet nog meer doen. Want je wil niet dat er vocht bij die dons kan komen. Dus die stof moet ook nog waterafstotend zijn. Denk maar aan de condens die in de tent kan ontstaan. Die kan vooral bij het voeteind van de slaapzak de boel behoorlijk nat maken. En dat kan ervoor zorgen dat je dons nat wordt. En wanneer dons niet geïmpregneerd is, dan slinkt die wanneer die nat wordt. Dus gaat je warmteisolatie achteruit. De betere slaapzakken, zoals deze rep slaapzak, hebben hydrophobic down. Die dons is dus geïmpregneerd. En dat zorgt ervoor dat die dons eigenlijk geen vocht opneemt. Een halfvol van die dons kun je gewoon in het water douwen, komt terug naar boven en gaat drijven. Deze slaapzak kun je in principe aandoen en op het water gaan liggen. Dan blijf je erin drijven. Zoveel lucht hangt erin en het neemt geen vocht op. Dat is het mooie van dit soort dons. Deze slaapzak heeft ook nog een keer een RDS label. Dat betekent Responsible Down Standard. Er is een heel schandaal aan de gang geweest. De meeste dons die in slaapzakken zitten in Europa komt uit de Oostbloklanden. En daar hebben ze farms waar ze de ganzen en de eenden eigenlijk 3 keer in hun leven plukken, levend. Om dons te krijgen om aan de donsindustrie te verkopen. Nou, dit label is eigenlijk een garantie dat deze dons van slachtvee afkomstig is. Dus dat deze beesten niet levend geplukt zijn. En het is ook traceable, dus je kunt ook zien, opzoeken waar de dons vandaan komt. Deze slaapzak is een mummiemodel, zoals je kunt zien. Mummiemodel is smaller gesneden. Is eigenlijk naar het lichaam gesneden. Het lichaam straalt warmte uit. Die wordt eerder opgevangen als de slaapzak de lichaamsvorm heeft dan dat hij wijd is en verder om je heen zit. In een mummie slaapzak trek je, als je bijvoorbeeld je benen optrekt, gaat de slaapzak gewoon mee. Je kunt dus op je rug gaan liggen, op je zijkant gaan liggen. De benen gaan mee. Daarvoor moet zo'n slaapzak ook altijd net zoveel vulling hebben aan de onderkant als aan de bovenkant. Sommige slaapzakken hebben een dunnere onderkant en een dikkere bovenkant. En dan lijkt die slaapzak heel erg warm, maar als je dus op je zij ligt, heb je aan je rugkant dus gewoon minder vulling. Dat is niet slim. Om temperatuurwaardes van slaapzakken te kunnen vergelijken, is er een jaartje of 10 geleden een EN-normering gekomen van het Heuvestein Instituut in Zwitserland, waar fabrikanten hun slaapzak kunnen laten testen. Daar komt dan een waarde uit, een temperatuurwaarde, tot waar die slaapzak comfortabel is. En die waardes gelden niet voor iedereen, want niet iedereen is even kouwelijk aangelegd. Maar het is wel een standaard waardoor je slaapzakken goed kunt vergelijken met elkaar qua temperatuur. Fabrikanten die die EN-normering niet hanteren, zijn niet betrouwbaar in de opgegeven temperatuurwaarde. Kijk, het is natuurlijk heel aanlokkelijk om te zeggen dat een slaapzak €89 kost, 890 gram weegt en tot -10 kan. Maar dat bestaat niet. Iets dergelijks bestaat gewoon niet. Dus
Een fabrikant weet dat hij heel veel slaapzakken kan verkopen wanneer hij dat roept. Dus altijd kijken naar de EN-normering en de temperatuurwaarde die daarop staat. De ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Dat is een spreekwoord. Dat geldt eigenlijk voor slaapzakken ook. Als je deze baan als een ketting ziet. Dus iedere keer waar je een naad ziet, zie je het eigenlijk het dunste punt van die slaapzak. Dus dan kan hier heel veel vulling zitten. Als die daar te dun is, is dat de koubrug. Verlies je daar een heleboel warmte. Wat dus heel erg belangrijk is, is hoe een fabrikant hun tijk, een tijk is buiten en de binnenstof, fabriceert. Nou, in dit geval liggen de naden van die slaapzak niet tegenover elkaar. Die liggen schuin. Daar zit een schotje tussen. Dat schotje zorgt ervoor dat die dons niet van links naar rechts door die slaapzak kan. Dus dat die overal even dik blijft. Dat die niet ergens anders dikker wordt en ergens anders dunner. Maar die schotjes die zorgen er ook voor dat die dons eigenlijk tegen elkaar aansluit. Dus dat je hier geen koubrug hebt. De wat betere slaapzakken hebben dat allemaal. De allerbeste hebben dat zelfs geavanceerd, waardoor die naad schuin ligt. Waardoor er eigenlijk geen koubruggen zijn. Dat heeft weer als gevolg dat er weer minder dons in hoeft om aan een bepaalde temperatuur te komen. En dat is weer van invloed op het pakvolume en het gewicht van de slaapzak. Dus het is van heel veel factoren afhankelijk. Dus het is ook belangrijk dat waar die rit zit geen koubrug ontstaat. Daarvoor heb je hier die tochtslurf. En daar moet ook voldoende vulling in zitten. Zodat die, waar die rits aansluit op de slaapzak, dat daar geen kou uit de slaapzak kan ontsnappen. Dat geldt ook voor de kraag. Waar je met je hoofd ligt. Dat is ook een dingetje. Wanneer je deze slaapzak dichtgeritst hebt en je trekt dat aan, dat dit gecentreerd blijft. Bij sommige slaapzakken trekt alles naar één kant. Het gat waar je nek uitkomt zit nog exact in het midden. Wat ook erg belangrijk is de hoed. Je hoofd heeft erg veel aders, daar verlies je heel veel warmte door. Dus als het heel koud is, muts ophouden. En goed met je hoofd in de capuchon van de slaapzak. Wat ook belangrijk is, iedereen kent het wel, is de slaapzakklem tussen de rits. Dus je wilt in je slaapzak stappen, je wilt hem dichtritsen. Je ligt er binnenin, het is donker. En de rits loopt vast, omdat de stof van de slaapzak ertussen zit. Het is natuurlijk super belangrijk dat die slaapzak, eigenlijk waar die rits loopt, een verstevigd materiaal heeft. Wat ervoor zorgt dat dat eigenlijk niet zo snel kan gebeuren. Dat je dus gewoon zonder na te denken die rits omhoog en omlaag kunt trekken zonder dat de slaapzak ertussen loopt. Bij goede slaapzakken altijd testen in de winkel. Gewoon een paar keer open en dicht doen. Wanneer die al bij de tweede of de derde keer al een keer ertussen is gelopen. Slechte slaapzak. Wat nog meer meespeelt is de kou van de grond die omhoog komt. De mat, de slaapmatras die onder de slaapzak komt te liggen. Heeft dus ook een hele grote, speelt een hele grote rol in het isolatievermogen. De matjes mogen geen kou van de grond doorlaten. Nou, de isolatiewaarde van matten wordt aangegeven in R-value. Dat is een waarde, die vind je op de verpakking. En die geeft aan tot waar zo'n mat comfortabel, tot welke laagste temperatuur die mat comfortabel is om op te slapen. Nou zijn er grofweg gezegd twee soorten matjes. Op het moment in de handel. De een is het lichtgewicht luchtbed, wel of niet met een isolerende vulling daarin. Die moet je opblazen.
En de self-inflating matras. Dat is deze, die blaast zichzelf op. Er is ook nog een hybride versie, die heb ik hier voor me. Die blaast zichzelf half op. En daardoor zit er minder schuim en meer lucht in. Daardoor isoleert hij wat minder. Maar daardoor is het pakje kleiner, is die lichter. En is het toch vrij weinig werk om hem op te blazen. Dat kan dus ook makkelijk met een mond. Als je mat niet met een mond op wil blazen, dan zijn daar ook nog andere mogelijkheden voor in de markt. Wat ze nu uitgevonden hebben. En dat is bijvoorbeeld deze oplossing. Dit is een pompzak. Dit is een zak die algemeen werk kan doen ook in je uitrusting. Gewoon als waterdichte pakzak. Dus je kunt hem echt waterdicht omrollen. Maar hij doet ook dienst in dit geval om je mat op te kunnen blazen. Kijk, je pakt er lucht in. En het werkt als een soort long. Dus je kunt zo eigenlijk vrij makkelijk in een paar handelingen je mat opblazen. In 2 of 3 keer heb je dit eigenlijk al voor elkaar, zoals je kunt zien. Kan nog een beetje bij. Nou, deze mat die ik hier heb, die is van Expat. Die doet dit prima. Thermarest, de mat die daar ligt, heeft ook zo'n soort systeem. Werkt iets minder makkelijk. Met name ook vanwege de ventielaansluiting. Deze mat heeft een terugslagventiel. En dat zorgt ervoor dat die niet, als je het spul er weer afhaalt, weer leegloopt. Dat gebeurt daar eigenlijk wel. Deze mat heeft 2 ventielen. Dus deze is om hem leeg te laten lopen en op te laten rollen. Deze Expat mat heeft een donsvulling. Net als de slaapzak. Die donsvulling die zit in deze banen. Ik heb hier een doorsnede meegenomen van zo'n soort mat. Die zie je hier aan de zijkant is die open. Dit is de synthetische versie. Hier zit de synthetische vulling in. Je ziet dat die er over de hele baan verspreid zit. Daardoor heeft die mat stilstaande lucht en daardoor is die ook isolerend. Wanneer er alleen lucht in die mat zou zitten, dus gewoon een luchtbed, dan is die lucht constant in beweging en isoleert die niet. Dus om isolatie te verkrijgen, moet er een vulling in. Of er nou dons is of dat er nou synthetisch is, dat heeft weer met de levensduur van het product te maken. Maar niet zozeer de isolatiewaarde. Dus als ze even dik zijn, isoleren ze ongeveer evenveel. Nou deze, dit is een miniatuurtje. Deze heeft ook nog een ingebouwde pomp. Dus hiermee kun je die mat oppompen. Dan kun je met je voeten of je hand doen. Zo. Dan zit de lucht erin, heel simpel. Dat heeft als voordeeltje dat het makkelijk is, maar dat heeft als nadeeltje dat hier schuim in zit, wat die pomp is. En dat maakt het pakvolume van die mat toch weer een beetje groter, want dat schuim is niet zo goed comprimeerbaar. Dat geldt ook voor die slaapzakken. Een synthetische slaapzak met dezelfde dikte is 2 keer zo groot ingepakt dan de donsversie met dezelfde isolatiewaarde. De self-inflating mat, deze, daar heb ik hier ook een voorbeeldje van meegenomen om te laten zien hoe het werkt. Die matten die bevatten schuim aan de binnenkant. En die schuim die zorgt ervoor dat er geen luchtverplaatsing is. Dus als ik hier op druk, dan gaat die mat daar niet uit elkaar. Dat komt omdat de buitenwanden aan de schuim gelijmd zijn. Als ik deze mat oprol, dan pers ik in feite alle lucht uit het schuim. Waarop ik het ventiel dicht zet, waarop de boel gewoon vacuüm is. Op het moment dat ik het ventiel opendraai, zet het schuim uit, zuigt zich vol met lucht en vult de mat zich weer. Dat gaat bij deze kleine veel sneller dan in de praktijk. In de praktijk zet je je tent op, je rolt je mat uit, zet het ventiel open, gaat in de tussentijd wat andere dingen doen. Tegen de tijd dat je gaat slapen, heeft hij zich ongeveer tot daar bijgevuld.
als je hem harder wilt hebben dan, de standaard, dan dat hij zichzelf standaard opblaast, kun je altijd nog met de mond wat bijblazen, waardoor die harder wordt. Maar dat is persoonlijk. Natuurlijk zijn dikkere matten comfortabeler dan dunnere. Alleen er zit verschil tussen dit soort matten en dat soort matten in dikte. Dus een self-inflatable mat kan hetzelfde comfort krijgen met de helft van de dikte van zo'n mat. En dat heeft eigenlijk ermee te maken dat de lucht zich in zo'n mat kan verplaatsen. Dus als ik hier druk, wordt die daar dikker. Dus hier heb je ook een dikkere mat nodig om er niet doorheen te liggen dan daar. Als ik hier druk op deze mat, zet die daar niet uit. Dus de gewichtsverdeling is gewoon beter. Maar het nadeel hiervan, het pakvolume is 2 keer zo groot als van dat. Wat hebben ze daar nou op verzonnen? Om dat beter te krijgen, hebben ze allerlei oplossingen verzonnen om het schuim met speciaal gemaakte machines daarvoor, om daar delen uit te halen, waardoor het minder schuim en meer lucht is, waardoor het pakvolume van dat soort matten ook een heel eind omlaag is gegaan. Dan hebben we het nog eventjes over de kwaliteit van de matten. Want zo'n slaapmat kan natuurlijk ook lek gaan. Het is een opblaasproduct. Alle opblaasproducten kunnen lek gaan. Tamarest matten worden individueel getest. Die bestaan al sinds de jaren 70. Dit is het originele merk. Eigenlijk zijn alle andere self-inflatable matrassen imitatie van een Thermarest. Wat is er zo goed aan een Thermarest mat? Allereerst, dit schuim vergaat niet. Dit monstertje is 30 jaar oud. Nou, als je thuis een kussentje op de bank hebt wat je al 30 jaar hebt, dan is dat schuim wat er binnenin zit helemaal verteerd. Het is een soort kapok geworden. Nou, zoals je kunt zien is dit schuim nog bijna nieuw staat. Dus deze mat die verteert niet. Dit materiaal, dit buitenmateriaal, is ook UV-bestendig. En daarmee behoudt het ook zijn kwaliteit. Dit blijft ook 50 jaar luchtdicht. Bij een heleboel andere merken matten krijg je na 5, 6 jaar problemen dat dit spul poreus wordt en dan houdt de mat zijn luchtdruk niet meer. Dan denk je dat hij lek is, maar toch kun je geen gaatje vinden. Het prijsverschil is niet eens zo heel groot tussen een echte Thermarest en een imitatiemat. Dus ik zou willen zeggen, als je voor een self-inflatable matras kiest, kies altijd voor het origineel, voor een Thermarest.